get some water this way. Get some water this way. Een maand geleden is mijn papa overleden. En we hadden nogal een moeilijke relatie. Hij was in coma, want hij had een dubbele longontsteking en werd beademd. Dus dan word je, ja, door het feit dat hij niks terug zei, waren dat zo meditatieve uurtjes bijna, waarin dat er tussen mij en mijn mama, want het is met haar dat ik op bezoek ging, kort voor het einde kon ik een ongelooflijke opluchting voelen. Een hele grote oef. Het is gedaan. Ja. Heel de kamer was vol leven. Er was, was helemaal niet erg. En heeft mijzelf ongelooflijk deugd gedaan. Dus ik krijg tientallen kaartjes zo van in deze moeilijke periode en in deze triestige en het is zo heftig. Mm-hmm. Het was intens en het was. En ik heb heel veel moeite nu om weer terug te gaan. Ik ben tot dit weekend ben ik nauwelijks aan het werk geweest, dus ik start volgende week terug. En ja, ik voel zo het leven langs mij denderen. En ik heb daar geen zin meer in. Wat doe je ermee? Leef vanuit die onderstroom en kijk gewoon wat er gebeuren wil. Want anders gaan we een houding aannemen. En dan zitten we weer binnen no time in die dualiteit. De laatste week ben ik alleen geweest, ben ik weg in de natuur geweest en dan stilte. En was het weer vanzelfsprekend. En zelfs hier komen merk ik van de houding wordt al terug bijna een beetje aangenomen, omdat just stay there. En dan kunnen we alles gebruiken, dus ook de heisa die zogenaamd plaats kan vinden om te leren daar te blijven. En van daaruit de beslissingen te laten ontstaan. Wat ze dan ook mogen zijn. Want je weet nu dat wat we ons voorstellen en wat gebruikelijk gevonden wordt, niet overeenkomt met de realiteit. Dus ik ervaar liever hoe het is, dan dat ik bedenk hoe het hoort. Maar ik heb het zo goed geleerd. Ja, want het is niet allemaal de eerste keer dat ik en dan dat ik toch terug helemaal daarin kruip en dat alles zich dichtzet. Ik vraag me soms af hoeveel keer, hè, voordat echt die kram er helemaal uit gaat zijn. Zo vaak als nodig en zo vaak als er tijd is. En als het niet meer nodig is en er is nog tijd, jij. Ja, dat is een van mijn, dat staat op nummer 1, ik heb geen tijd genoeg. Ja, dat is alweer reden genoeg om hier te gaan zitten. Hè? Dat is een beetje jammer, want daar bestaat tijd niet. Ik heb eigenlijk de laatste tijd niet meer in jouw boeken gelezen. Ja, dat is heel dom. Ik vond ze eigenlijk een beetje saai worden. Jouw boeken waren. Misschien is er een bottom-up lering en een top-down. En ik heb het gevoel dat in die boeken dat vooral top-down is en dat ik daar heel snel op die dikke laag bots. Dat is een mooi dualistisch concept. Maar belangrijker dan wel of niet lezen is gewoon het
Het is de enige manier in de wereld waarop we kunnen slagen door te zakken. Ja. Ja, en dat is mijn tweede lijntje, hè? Bang om dom te zijn. En tegelijkertijd zo dom zijn. Aren't we all? Mm-hmm. Ik zei pas al een keer dat deze planeet in de rest van het universum wordt gezien als de idiot ward. De wat? Het gekkenhuis. Ja. Dus dit is de afvalberg. Alles wat dysfunctioneel is, gaat hierheen. En sommigen weten dan toch nog een soort van min of meer wakker volwaardige modus te vinden. Maar de meeste niet. En desondanks, als we eenmaal zoiets gevonden hebben, als wat je onderstroom noemt, dan is het leven dodelijk eenvoudig. Je bent of daar of je bent er niet. En alles wat dienend is om daar te zijn, is dus goed. En alles wat ons eruit haalt, moet aan de kant. Simpeler wordt hij niet en dan gaat het dus niet meer over wel of geen werk, wel of geen relatie, wel of geen geld, wel of geen whatever. Dan gaat het alleen maar om ik leef vanuit de onderstroom of ik zit in mijn kop. Terwijl ik hier sta, komt de onderstroom zo tot daar. Ja, zo hoort dat ook. Dat de boel helemaal vol loopt. Daar. Ja, gewoon zo. En dan is het overal. En dan is er geen buiten meer. Er is dan niks anders meer. Cool. Dank je wel. Dank je wel. Wat ik de laatste tijd merk is als ik met het wereldgebeuren, dat er altijd steeds meer een soort van leegte ontstaat, wat eigenlijk wel prettig voelt en dat dan eigenlijk net lijkt alsof er helemaal niks aan de hand is. Ja, want dat is ook zo. Ja, maar dat vind ik apart om te ervaren. Eerst was het altijd, zat ik daar en daar en daar en dan was ik daar dag en nacht mee bezig, maar ik kan bijvoorbeeld ergens mee bezig zijn en dan lijkt alles gewoon, weet ik niet, ja, anders. Het zijn van die wonderlijke gelijktijdigheden. Er zijn een hele hoop dingen die gebeuren waar we ons al dan niet terecht druk om kunnen maken. En tegelijkertijd is de grondtoon die van okéheid. En ik denk dat ons blind staren op één van die twee verkeerd zou zijn. Als ik daar dan zeg maar zit, dan voelt het ook niet echt eigenlijk dat ik mijn kop in het zand steek. Nee, want dat is het niet. Het blijft open voor het gebeuren. Maar wat het voordeel ervan is, om die beide posities als het ware te hebben, is dat op het moment dat we leven vanuit okéheid, kunnen we actief zijn op een bepaald terrein zonder die overdreven identificaties, waarmee we feitelijk meer chaos in de wereld brengen dan nodig. Dus het geeft een helderder perspectief. Ik kan mij inzetten voor iets. En then I can let go. En refresh the system. En dan kunnen er ook weer nieuwe inzichten bij. Want ik kan me ook jarenlang inzetten voor iets wat op een gegeven moment door groeiende kennis en voortschrijdend inzicht totally beside the point bleek. En degene die dan in contact is met de okéheid, kan resetten zonder dat hij zich schaamt of schuldig voelt. En ergens anders energie aan spenderen. Dus waar ik een hekel aan heb altijd, is overgeïdentificeerde types die permanent in die toestand zijn, waar ze ook voor of tegen zijn. Misschien zelfs als het dingen zijn waar ik ook aan hecht of die ik belangrijk vind. Maar als het gedaan wordt door overgeïdentificeerde types, dan moet ik ze niet. En dan zitten ze ernaast, ook al hebben ze gelijk. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, en wat ik een paar weken geleden wat ik ineens merkte. Ik heb altijd een angst om iedereen te verliezen. Of nou, specifiek eigenlijk mijn moeder. Omdat, you will. Ja, maar dat is. En elke keer ga ik daar dan in zitten en dan trilt alles.
En de laatste tijd merk ik gewoon dat het er eigenlijk niet is, maar dat ik het erna op zoek ben. Ja. Er is stilte, er is ruimte, er is... Ik ben. En dan in één keer ga ik zoeken van, hé, hey, is het er nog wel? En dan kan ik het ook altijd wel weer vinden. Maken. Sorry? Maken. Ja. Ja, er is zo'n ruimte, zeg maar, daaronder. En in één keer doet mijn hoofd iets. Ik til mezelf als het ware in die angst. Ja. Yes. En het voordeel daarvan is dat je je dan weer iemand voelt. Precies. Er kan geen werkelijke personality zijn als er geen angst en problemen zijn. Dus als wij een tijdje in de natuurlijke staat verkeren, dan gaat hij gauw weer een paar van zijn favoriete dingen uit de kast halen, het weer in elkaar zetten. En nee, maar dan... eerst was het er, zeg maar, en nu werd ik me ineens van bewust van die natuurlijke toestand en hoe ik daar eigenlijk naar op zoek was. Eigenlijk een soort verslaving aan die gedachten. Yes. Omdat onze kernangsten, dat zijn de hoekstenen van onze persoonlijkheid. Als we die eruit halen, daarom heb ik vaker gezegd dat heel veel mensen, die willen wel hulp en willen, maar tot op zekere hoogte. Want ze willen niet echt totaal vrij zijn van iedere vorm van problematiek. Want dan flikkert het hele kaartenhuis in elkaar. Dan ben je niemand meer. En dan wat? Waar moet je het met andere woorden over hebben als je geen problemen hebt? Ja, precies. En je kunt dus zien vanuit die compleetheid of die natural state dat er helemaal geen probleem is en dat het gemaakt moet worden. Nee, nu jij het nu zegt, voel ik het nog beter. Goed. Het is wel cool om dat te ervaren. Dat... Ja. Alles is helemaal perfect. Ja, maar als je moeder dood gaat, dan... Ja, maar dat zo gaat het elke avond. En nu ben ik, nu is het even niet, maar dan... Nee, maar dan... dan wat? Dan ben je nog steeds. En mm-hmm. Allebei mijn oude lui die zijn dood en het gaat fantastisch met me. En niet omdat ze dood zijn, maar... Precies. Zo erg is het nou ook weer niet, maar... En het leuke ervan is, ik kan gewoon ieder moment als dat aan de orde is aan ze denken, we hebben nooit ruzie, we hoeven niks uit te leggen, we hoeven niet eens te praten met elkaar. Yes! Geweldig. Ik ken een heleboel dooien en dat is echt keifijn. Nooit moeilijkheden, ze vallen je niet lastig, ze komen gewoon af en toe even voorbij zo. En dan word ik altijd blij en ik voel alleen maar ik hou van je. En voor de rest niks, terwijl het allemaal eigenlijk rotzakken waren. Net als ik, niet dat ik het niet ben. Maar. Heerlijk. De enige bij wie ik het vervelend vind dat hij dood is, dat is mijn hond. Oh ja. Ja. Ja, ik ben een beetje chagrijnig en gefrustreerd. Ja, dat zag ik. Ja. Nou, spit it out. Ja, ik kan nog niet helemaal pinpointen, maar het heeft ermee te maken dat ik gewoon heel moeilijk bij dat zijn kan komen. En bijvoorbeeld in zo'n werkweek ook, daar frustreer ik me rot aan wat ik allemaal tegenkom en denk, ja... Hoeveel moet ik nog de hele tijd blijven aankijken, weet je wel? Dat is op een gegeven moment ook wel een keer klaar. Ja. Nou, nog niet hoor. Nee, blijkbaar. Ik voel iedere keer wel dingen verschuiven en er veranderen wel dingen, maar... Het schiet niet echt op, hè? Nee, nee. Niet. Nee. Nee, je bent ook niet ongeduldig. Ik ben echt heel blij, hè, wat ik laatst ook al een keer zei, dat die verschuiving er is in de basis. Dat echt heel anders voelt, veel steviger... En die stevigheid voel ik wel steeds vaker. Goed. Dus klagen. Ja. Ja. Goed, tijdens mijn werk, het lukt me echt nog niet. Dan is het echt, zoals nu de afgelopen week, ik heb gewoon het gevoel alsof ik van een slagveld kom of zo. Alsof ik een hele strijd geleverd heb de hele week. En waar vecht je tegen precies? Dat ik niks in de hand heb.
Wat gewoon zo is. Ja. Het is gewoon echt een heel groot project en ik, ja, het is allemaal nieuw. Veel. Ja. Dus wat is het handigste? Als er veel is en nieuw en we hebben het niet in de hand. Huilen. Ruilen? Huilen. Ja, nee. Dat komt af en toe. Dan ben ik altijd blij dat ik thuis werk. Denk back off a little. Ja, ja, dat lukt me heel moeilijk. Ja, maar dit is dus het oefenterrein. Dus ik kan het zien als dit is mijn werk. Ik kan er ook spiritualiteit all inclusive laten zijn. En dan is dit mijn oefenterrein om hier te blijven. Of waar Petra het over had, van kan ik die onderstroom blijven voelen? De metafoor of het gevoel doet niet ter zake. En dan is dat het spelletje. Dan gaat het helemaal niet meer over werk. En of mijn collega's me aardig vinden of dat het project slaagt. Het is allemaal secundair. Ja, dat is ook al echt heel vaak hoor, dat ik daarmee bezig ben. Of op die manier er in ieder geval naar kijk. Nee. En dan zijn er dus maar twee bewegingen altijd. Van net was het van boven naar beneden. In dit geval is het naar voren of naar achteren. Ik zit daar en dan ben ik een speelbal van de toestanden. Want mijn zwaartepunt is te ver naar voren. Of ik ben gewoon op mijn plek en dan gebeurt er nog een heleboel. En dan kan werk nog vermoeiend zijn en intens. Want na 8 uur werken is iedereen moe, dat is normaal. Maar dan ben ik niet meer gesloopt, want het gaat mij persoonlijk helemaal niet aan. It's not about me. Want ik kan ook, wat ik er straks al zei, hier helemaal naar voren gaan hangen. En dan moet ik proberen een goede satsang te geven. What is that? Wat zijn de criteria? Hoe? Nou, het stressen. En dan ga ik naar huis. En dan zeg ik, Kasia, en hoe was het? Oh, ik ben helemaal kapot, want het is zo zwaar werk en moeilijk. En ik snap niet hoe ik moet bepalen wanneer ik wat moet zeggen en tegen wie. En houden ze wel van me? I am what I am, what I am. En dan bevalt dat mensen of niet. Dan lukt het, hoe dat dan ook gemeten moet worden of niet. I don't know. Het is pas goed fout als Nick tegen me zegt, ik heb geen zin meer om met jou samen te werken. Dan moet ik weer iemand anders gaan zoeken. Dan moet ik het zelf gaan doen en daar heb ik geen zin in. Dan ga ik met pensioen. En ik heb geen pensioen. Nou ja, goed, dat zien we dan wel weer. Nou, jij weer iets. Ja, dan is het net alsof het een gesprek is. En ja, er kwam niet zoveel meer volgens mij. Ik stond hier wel even lekker, dat is ook grappig. Oh, okay. Ja. Het staat wel goed zo. Ja, volgens mij was dat het even. Alright. Thanks. Thanks. Net, heb je niks te melden? Kom er eens lekker bij. Ik was eigenlijk van plan om 3 dagen mijn mond dicht te houden. Ja, dan ga je in plannen weer, hè? Ja. Nee, maar ik heb echt niet zo heel veel te zeggen, behalve dan dat ik veel onderzoek doe. En dat ik bij heel veel woorden ga zitten nadenken van, klopt dat nou eigenlijk wel? En dat ik het idee heb dat we overal, in ieder geval ik wel, dat alles concepten zijn geworden. En dat ik daardoor de realiteit niet meer zie. En bijvoorbeeld ook dat gedoe van, ik ben niet goed genoeg en zo. Daar zat ik ook over na te denken en uit te pluizen. En op een gegeven ogenblik zat ik naar iets te lezen van Byron Katie met haar vragen en zo. Maar toen ging ik eens verder denken over dat we niet goed genoeg zijn. En toen zei ze op een gegeven moment in een filmpje tegen iemand, for what? I'm not good enough. For what? Zei ze toen. En toen dacht ik van, wacht eens. For what? En toen zat ik op een gegeven moment steeds verder te denken. En toen dacht ik opeens, misschien is het of helder of gestoord, dat weet ik niet. En toen dacht ik opeens van, goh, eigenlijk kan je als mislukkeling dus heel succesvol zijn. Vooral als het moedwillig is. Maakt niet uit.
Wat ben jij dan weer? Die snap ik dan weer niet. Nou kijk, als ik iets probeer goed te doen en dat gaat niet, dan ben ik mislukt. Want mijn intentie was dat het goed ging. Maar wat nou als ik gewoon de volledige bedoeling heb to fuck it up? Ja, dan is het ook goed gelukt. Als dat dan lukt, dan ben ik toch geslaagd. Dan is het ook goed gelukt. Ja, zeker. Dus eigenlijk is het gewoon omdat ik er zeg maar ben, in wat ik ben, ben ik eigenlijk al geslaagd dan? Ja, exact. Ben ik al succesvol omdat ik verder niks hoef of... Daarom zeg ik vaak van er is er maar één van jou, dus met wie moet je het vergelijken om te zeggen of het goed is of niet? Er is er maar één van mij. Ik ben perfect in staat mij te zijn, beter dan wie dan ook. Dus keur maar af. I don't give a shit. Ja, ik heb daar heel lang over na zitten denken wat je nu zei inderdaad. Ja. Ja, er is kijk, er als er maar twee van mij waren, dan kon je zeggen, nou die is beter dan de ander. Ja, maar dan klopt het, dat had ik ook bedacht, dan klopt het niet meer. Nee, natuurlijk niet. Want dan ben je toch weer verschillend. Voilà. Dus dat kan ook niet. Dus er is geen betere Hans. Nee. Of Lynette. Nee. Maar dat komt volgens mij gewoon door die concepten, omdat er een concept is van wat is succesvol. En dan komt er een definitie van wat ik dan geleerd heb of opgepakt heb van dat is succesvol. En dan de rest is dus niet succesvol. Maar als je echt naar de realiteit kijkt, dan klopt dat dus niet. Nee, nooit. En daarom heb ik ook vaker geroepen, het heeft altijd met een vergelijkingsmodus te maken. Als wij zeggen succesvol is als je 100.000 of meer verdient, dan gaan we alleen naar de bandbreedte geld kijken. Voor mij is een geslaagd mens iemand die samenvalt met wat hij is. Dat vind ik geslaagd. Ja, want een andere mogelijkheid is er eigenlijk niet. Nee, dat dacht ik ook. Is dat je gewoon bent wat je bent wat je bent. Ja. En that's it. En het is aan de rest om daar fijn over te oordelen. Who cares? Ja, het is nog een beetje een rare gewaarwording. En het probeert ook dan weer terrein te winnen door er nog 10 keer mee te komen. En dan moet je nog 10 keer moet je het weer gaan zitten bekijken en doen. Dus het wil wel steeds weer... Dus je moet gewoon mee aan de gang blijven. Gewoon. Dat kan niet anders. Zeker. En steeds nieuwe... En dat doe je ook. Nieuwe benaderingswijzen. Ja. Om dat hele bouwwerk van gebakken lucht aan de kant te krijgen. Ja, ik heb het idee dat ik constant een tegengif moet toedienen om het een keer, hoop ik, echt op te laten lossen. Plus niet vergeten om ook gewoon de emotionele sensatie van niet goed genoeg zijn gewoon te voelen. Ja. Want een deel kunnen we slopen vanuit het overtuigingendomein. Een ander ding is gewoon een neerslag die opgebouwd is toen we nog kort waren, van afkeuring, afwijzing, wat in het systeem gaat zitten. En dat krijgen we er niet uitgedacht en ook niet eruit gebarricadeerd. Maar het gekke is, je kan je dat niet herinneren. Dat hoeft ook niet, maar je kan het voelen. Dus je hoeft het niet te herinneren. Als ik ga voelen, dan is het alleen maar alsof het gewoon dit doet. Weet je wel, niet slaan. Daar contact mee zien te maken. Zo'n houding vinden dat zich opent en oplost. Dus we hoeven het niet te herinneren, we hoeven het niet te weten, maar we kunnen het wel voelen. En anderen zijn ons soms zeer behulpzaam, want dan wijzen ze ons af. En dan kunnen we het voelen. Dus zolang dat nog in ons zit, zal het getriggerd worden. Dus no worries. Iemand komt je helpen, vroeg of laat. Ja, want al die angsten en zo, dat blijft ook steeds terugkomen. En soms denk ik wel eens van, wanneer houdt het een keer op, die angsten? Dat ik, en dan maar weer voelen en weer kijken. Ja. En dan denk je van, oké. Nou, dat is zo grappig ook, hè? Van dat hebben we, zoals ik vaker heb gezegd, bij tandenpoetsen nooit. Ik heb nou 133.000 keer mijn tanden gepoetst. Nou is het wel zat geweest. Ja, je blijft het wel doen. Maar... Dat bedoel ik. Dus als we het nou gewoon bij het moment houden. Ik ben nu een angst aan het doorvoelen. En niet al voor de 316e keer. Gewoon deze heb ik mee te maken right now. Want feitelijk heb je alleen vandaag. Verder niks. Gisteren is een bedenksel, morgen ook. Dus ik heb alleen nog vandaag mee te maken. En op het moment dat we dus gaan beginnen van wanneer houdt het nou op of hoe lang duurt het nog, dan zitten we weer in verleden toekomst gevangen in tijd. En dan kun je er gif op innemen dat het nog langer duurt. Want dan ben ik niet aan het voelen en niet aan het kijken. Dus fuck that hoe lang het nog duurt.
wat is nu de meest intelligente manier om met dit verschijnsel om te gaan? Dat is het enige wat telt. Wie te veel, met andere woorden, met de finish bezig is, is te weinig hier aanwezig. Ik ben dan nog te veel met het resultaat bezig. Ja, dat bedoel ik met finish. Precies, right. Dan zit ik een kwartier te voelen en dan is er nog niks gebeurd. Ja. En dan, Maar helemaal open aan het onderzoeken. Ja. Een uur later nog niks. Nou ja, dan ga ik maar weer wat anders doen. Ja, natuurlijk. Ja. Dus dat is het ongeduld gewoon wat erin zit. En zoals je weet, de natuurwet is, hoe meer haast, hoe langer het duurt. En hoe meer pijn het blijft doen, denk ik. Yes. Om ons dwars te zitten, maar ja. Zo wordt langzamerhand duidelijk dat focus iets anders is dan haast. Ja, dat verschil vind ik inderdaad nog een beetje moeilijk. Yes, iedereen. Ja. Daarom zeur ik daar vaak over. Want het zijn echt twee verschillende dingen. Dankjewel. Christina. Ja. Ik vind het een opluchting dat mijn ouders overleden zijn. Ja. Ik ook dat jouw ouders overleden zijn. Ja, we nagaan hoe machtig ze zijn. Maar nu is mijn tante, waar ik heel veel van hou, die is ongeneeslijk ziek. En ik ben 2 keer bij haar geweest. Maar ik moest denken, jij hebt een keer iets gezegd van, het is anders of iemand dood is, of dat hij stervend is. Kan je daar nog iets over zeggen? Nou, omdat daar meer emotionele reuring bij ontstaat over het algemeen. Bij het sterven, ja. Ja. En vaak is het eind van iemand niet zo leuk. Nee, nou zover is het nog niet. Maar de tijd is gewoon beperkt. Yes. Wat overigens tot een interessante intensivering kan leiden van interacties. Ja. Dat zou voor ons allemaal gelden, want we leven allemaal alsof we nog 100 jaar hebben. Ja. Maar als we de boodschap zouden krijgen, nee, je hebt nog 24 dagen. Komt alles toch net in een ander licht te staan. Ja. Tenminste bij de meeste mensen. Ja. Ik zou denken, godverdomme, nog 24 dagen. Ja. Nee hoor. Ja. Ik zou denken, jammer, dan kan ik het WK darten in december niet zien. En zij is er geweest vanaf mijn geboorte en toen hield ze heel erg van mij en mijn zusje. En dat gevoel is gewoon gebleven. Bij haar. En daar ga je dus nu de prijs voor betalen. Ja. Ja. Daarom zeg ik vaak, je hoeft niet op te passen voor mensen die een hekel aan je hebben, maar die van je houden. Want vroeg of laat ga je dan huilen. Ja. Is niet erg verder, dat mag gerust. Ja. Ik had daarom ook veel beter een rothond kunnen nemen. Dan had ik het niet zo erg gevonden. Ja. Ja. Oké. Okay. Jo, dank je. Ja, Cécile. Fijn. Ik heb al helemaal geen zin als het opgenomen wordt. Nee, maar dit stukje gaan we nou 3 keer achter elkaar herhalen. Dan maken we een liedertje van. Al die dingen waarvan ik weet dat ik erin voorkom, die luister ik liever niet terug. Oh. Dat is ijdelheid natuurlijk. Ik luister alleen die dingen waar jij iets zegt terug. Dat vind ik dan ook weer leuk. Maar, ik lieg ook nooit. Maar waar ik steeds meer achter kom, is dat het eigenlijk ondanks mezelf gebeurt. Dus ook wat hier allemaal gezegd wordt, is er allemaal naast, eigenlijk. Natuurlijk, altijd. Ja. En dus kunnen we vrijuit praten. Ja, dus kun je tegelijkertijd ook vrijuit praten. Want ik heb ook de neiging om, bijvoorbeeld als ik naar jouw mail het zo ver te gaan relativeren, dat er inderdaad niks meer overblijft. Maar dat is dan toch weer een truc om enige beoordeling te ontlopen natuurlijk. Dus dat. Terwijl het dat juist in de hand werkt. Ja. Maar ik merk dan wel andere dingen. Bijvoorbeeld dat ik laatst op een bankje zat met iemand.
toen was ik echt aan het genieten van de zon en de vogels en gewoon alles. En toen voelde ik de onrust. Ik voelde alleen al de onrust van degene die naast me zat. En hoe geïrriteerd ik daarvan werd. En toen ontdekte ik ook pas wat ze zei van die stilte. Dat je dus inderdaad heel erg... nu heb ik het totaal niet dat ik die stilte wil hebben, maar op andere momenten dat ik die stilte gewoon steeds meer begin te... En daaraan voel ik het, dat er iets verandert, maar niet door alles wat ik doe en onderzoek. Want daar word ik eerder gestoord van eigenlijk, van het bekijken constant. Dus dat wil ik zeggen eigenlijk, dat het ondanks alles eigenlijk vanzelf gaat. Nou, ik heb je gehoord. Maar je bent het niet met me eens. Nee. Dus ja, het gebeurt ondanks onszelf, maar tegelijkertijd is er voor de meesten de nodige inspanning nodig. Ja, er gebeurt iets onderliggend zonder dat ik het... Ja, dus aan de ene kant hebben we, en dat heb je hem ook vaker horen zeggen, het proces doet jou, jij doet niet het proces. Tegelijkertijd moet er ook in iemand vroeg of laat een intentie ontstaan om dingen aan te kijken, wel te gaan voelen, wel te gaan lezen, wel te gaan luisteren. En op een dieper level is dat allemaal het proces, maar voor de persoon in kwestie voelt dat van hé, ik weet gewoon dat ik nu dit moet onderzoeken of aankijken. Ja. Nee, ja, ik doe niks anders dan lezen, dus ik doe hartstikke veel. Dat bedoel ik. Het punt is gewoon van dat we hier een dualistisch probleem van maken, zeg maar, terwijl het voor mij één beweging is of, wat ik vaker zeg, een gelijktijdigheid. Dus ik kan net zo goed een heel verhaal ophangen dat wat er mij gebeurd is, een gevolg is van alle dingen die ik deed en dan zou het niet onwaar zijn. Ik kan ook zeggen dat het een volledig spontaan, volautomatisch proces was en dan lieg ik ook niet. Ze zijn allebei waar vanuit een bepaald perspectief. Ik weet eigenlijk niet waarom ik hier nou zo'n punt van wil maken, maar het gaf mij een fijn gevoel eigenlijk dat het... Ik snap het heel goed, want soms dan zijn we even te naastig bezig. Ja. En dan is het ontspannend om te merken, dus dan gaan we weer terug naar een soort midden van... Oh, het hangt niet allemaal van mijn inspanning af. En dan ontspant er iets. En dan kan het zijn na een tijdje dat we te weinig dingen aanpakken. En dan merken we een soort stagneren van, en dan kan er ineens iets opstaan van nou, het is wel een vol automatisch proces, maar ik moet er wel even bij blijven. Ja, maar je kunt daar niet omheen. Ja, right. Nou, en zo beweegt het gewoon heen en weer. Maar dat is net als de rivier die tussen twee oevers loopt, maar die oevers zijn niet vijandig naar elkaar. Ze sluiten elkaar niet uit, ze vormen samen de bedding van die stroom. En daarom is dus... praten over dingen, het ging net even over concepten. Er is helemaal niks mis met concepten. Tenzij we veel te veel daaraan gaan vasthouden. Maar ik zie woorden veel meer als verwijzingen. En die landen dan bij iemand of die landen niet bij iemand. En als we heel precies gaan kijken, klopt er ook maar één zin van welke spirituele leraar ook? Nee, geen één. Geef me er maar één en ik hak hem in mootjes. En laat zo zien waar het niet klopt. Maar waar gaat het om? Om de letterlijke woordcombinatie of om de geest van wat gezegd wordt? Ik denk om die geest. Het is een muzikaal iets. En ik hou er tegelijkertijd wel van als mensen fatsoenlijk redeneren en een fatsoenlijke taal hebben, zal ik maar zeggen. Niet in de zin van netjes, maar kloppend en zo zuiver mogelijk. Maar strikt genomen, het gaat eerder om het overbrengen van een essentie of een smaak dan een kloppende wiskundesom. Dat zeg ik meer in het algemeen nu even. Ja. Dankjewel, Cecile. Nou, mooi. Ik heb er genoeg van. Houden we. Tot morgen.